Dit filmpje is voor degene die mijn audiocolumns volgt omtrent het onderwerp boer als zeeman. Je ziet me hier in de binnenste van het schip. We zijn aan het zuigerlichten en dat is een heel zwaar en vies en warm karweitje. En dat doe je meestal, of dat kun je eigenlijk alleen maar doen als het schip in de haven ligt en de grote motor, de hoofdmotor, dus is stilgezet. En daar ben je wel een paar dagen mee bezig. En ik in mijn functie als handlanger, samen met mijn maat Sam, hadden de taak om de machinisten, de werktuigkundigen zoals je ze noemde, te helpen en te assisteren bij het werk. Hierbij een beeld van de Algorab midden op de oceaan. We voerden van Rotterdam naar Zuid-Amerika. En deze foto is genomen vanaf de brug. Hier ben ik samen met mijn hutmaat Sammetje, de linkse, voor alle duidelijkheid. Zit ik hier in de hut en Sam was een echte Rotterdamse volksjongen. Had heel zijn leven gevaren, zo oud was hij toen nog niet overigens. Maar hij was een beste hutmaat. Hij dronk alleen ontzettend veel. Maar ik heb hem later ook nooit meer gezien, dat moet ik erbij zeggen. Ik ben nog mee naar huis geweest en heb daar zijn moeder en zijn zus nog ontmoet. Maar het was een doodgoeie kerel, zonder enige twijfel. Ja, zoals ik al zei, toen we afmeerden, toen zei Sam, joh, je bent nou zo lang mijn hutmaat geweest, kom eens met me mee naar huis en leer mijn moeder eens kennen en mijn zus en de hele familie. Nou, dat was best leuk en we hebben daar nog een gezellig kopje koffie gedronken en daarmee de reis afgesloten. Een van de coolste plekjes op het schip was in de ruimte waar de schroefas was bevestigd en dat was cool. En je ziet wel een enorme as die de enorme scheepsschroef aandrijft. En dat was echt helemaal in het binnenste, in het hart van het schip. Het was aan boord goed van eten en drinken. We werden netjes bediend door de ketelbinkjes en je moest er ook helemaal niet versteld van staan dat je midden in de zomer, in de hitte althans, gewoon erwtensoep kreeg of bruine bonen met spek. Maar ik kan je vertellen, dat smaakt ook onder dergelijke omstandigheden uitstekend. Overdag was het hard werken, maar de mannen en de bemanning die in de dag dienst stelden, die hadden ook tijd voor ontspanning. En dat zie je wel. We zitten hier gezellig met z'n allen in de avonddekking, dat het ergens is in de mes. Een beetje te kaarten, een beetje te kletsen, wat te eten. Kortom, een behoorlijk gezellig samen zijn. Terwijl het schip voortstampte over de oceaan. En wanneer je dan zo bij elkaar zat, was natuurlijk volop gelegenheid voor een gezellig praatje, sterke verhalen en verhalen over mooie cafés en kroegen in de eerstvolgende haven waar je kwam. Maar ook verhalen over thuis en over allerlei kleine menselijke dingen. Het is een hele hechte gemeenschap aan boord van zo'n schip. Daar heb je geen weet van als je dat nooit eerder hebt ervaren. Ja, dit zijn vier oude wijze mannen, katwijkers, mannen die eigenlijk boven al dat jong grut stonden aan boord. Het zijn oliemannen zoals ze dat noemen en één bootsman. En ja, daar ging je bij om goede raad als je dat nodig had. En dat waren eigenlijk de steunpilaren aan boord van de hele gezellige kerels waar we menig prettig uurtje mee hebben doorgebracht. Wij als handlanger en anderen, die waren vaak overdag altijd binnen, onder in de machinekamer. En als hij dan vrij was, dan was het natuurlijk heerlijk om ook te genieten van de zon, terwijl het in Nederland volop winter was. En daar namen we dan ook alle gelegenheid voor. Zo'n zeeschip is tijdens zo'n reis eigenlijk een wereldje op zichzelf, hè? Je bent afgesloten van de rest van de wereld en terwijl je met z'n allen aan boord bent, dan moet je het samen zien te klaren en dat geeft toch een hele aparte sfeer. Ja, en als we dan een haven naderden, dan stond de bemanning aan de reling om te kijken waar we terecht zouden komen, want dat was van groot belang. Waar kwam je met je schip te liggen? Was dat een beetje gunstig ten opzichte van de stad, ten opzichte van het centrum? En nou ja, de ervaren zeelui die wisten precies waar dat was en dan werd al gewacht op het seintje van waar komt ons schip te liggen. En als dat meeviel, dan was er een grote vreugde.
Ja, het is misschien niet te geloven, maar op een bepaald moment mochten we zelfs even het schip besturen. Dat was natuurlijk volkomen veilig, want we waren midden op de oceaan. En er was geen enkele mogelijkheid of gevaar dat we een ander schip zouden rammen. Maar vergeet niet, het was maar een momentopname. Maar het gaf wel even een apart gevoel om eens geen tractor te besturen, maar een zeeschip van 10.000 ton. En dat is weer eens heel wat anders. Ja, en hier liggen we ergens in de haven van Buenos Aires. En wie de verhalen gevolgd heeft, die zal hebben gemerkt dat het daar nogal ruig is toegegaan tijdens de kerstdagen en oud en nieuw. Maar dat neemt niet weg dat het toch altijd nog een leuke ervaring was om bij tante Dien in de kroeg een pilsje te pakken, terwijl de mussen dood van het dak vielen van de hitte en het in Nederland koud was. Mijn hutmaat Sam dronk naast bier ook nog wel eens koffie. En dat was hij op dit moment aan het doen, zoals je ziet in de haven van Santos. Maar hij zou daarna toch nog heel wat pilsjes gaan vatten. Dankzij Willem, een van de medeopvarenden die de weg in Brazilië goed kende, kregen we ook nog gelukkig de gelegenheid om wat agrarische activiteiten te ontplooien en gingen we naar de Nederlandse kolonie Holambra. We staan hier met een familie op de foto waarvan we niet eens meer weten wie dat waren. De jaren zijn voorbij gegaan, maar het was een hele interessante ontmoeting daar met de pioniers die daar een prachtig toekomst hadden opgebouwd. We kwamen op een zondagmorgen aan in Holambra en konden we gelijk kennis maken met de hele gemeenschap of een groot deel van de gemeenschap in het gemeenschapshuis. Het was een heel gezellige boel waar ze iedere zondagochtend bij elkaar kwamen om een kop koffie te drinken en de laatste nieuwtjes uit te wisselen. Zo, dit was dus even een kleine indruk van het leven en werken aan boord van het motorschip de Algorab. Ik denk dat de boot al lang niet meer bestaat, maar dat doet er niet toe. Het was een fantastische tijd om de winter door te komen als jonge boer. En ik zou iedereen aanraden die in de gelegenheid is om ook een keer zoiets te ondernemen. Reizen is tegenwoordig natuurlijk een stuk gemakkelijker geworden dan vroeger in mijn jonge jaren. Maar de kansen liggen nog volop voor het oprapen. Dus ik zou zeggen, ga je gang als je er zin in hebt. De wereld ligt voor je open. Ik besef terdege dat dit een wat afwijkend filmpje is voor landbouwfilmpjes. Het heeft natuurlijk niet direct met de landbouw te maken, maar wel indirect. Dus bekijk het maar als zodanig. Maar je moet er ook eigenlijk mijn audiocolumns bij beluisteren. Boer als zeeman naar Zuid-Amerika. Op de sectie audio van landbouwfilmpjes. Dank je.